Welke vraag had je de afgelopen uren al willen stellen aan mij, maar heb je nog niet gesteld? Heb jij ook vragen goed voorbereid? Ik ben van nature heel erg geïnteresseerd of het nou iemand is die ik nog nooit heb gezien. Ja. Of gesprekken met vrienden of zo. Ja. Ik heb wel het gevoel dat jij mij nu veel meer goede vragen stelt dan ik jou goede vragen heb gesteld. Het is geen wedstrijd, hè, Marco? Ja, ik moet echt even rust hebben, denk ik. Oké. Okay. Probeer jouw date voor 2 minuten aan het lachen aan het maken. Ik voel dat de sfeer daar helemaal niet voor is op dit moment. Dat de atmosfeer hier nu is niet glibberig als een oester. Dat zeg ik nou. Oké. Okay. Ik laat mezelf uit lachen. Wat is dit? Fijn. Zo gewend om te praten in het Engels. Werk. So you prefer we speak English then? Maybe. Well, maybe. Maybe I can find like a whole new set of energy in there, you know? If you wanna get with me, better make it fast. Hoe lang denk je nog dat het duurt? Before you are ready. Nou, nog wel een half uurtje hoor. Ik ben een vrouw, hè? Nee, ben je echt niet lekker? Wow. Nee, het is ook een beetje afgekoeld. Ik kan wel een broodje kaas maken. I'm full. Ik hoef niet meer verder te eten. Echt niet? Nee. Gooi het voor je weg? Ja, sorry. Nee hoor, maakt niet uit. Wil je een plakje kaas? Oh nee, dankjewel. Seriously? No, thank you. The cheese is good. I know. Take no some thanks. Cheese. No, thank you. You want it? Overwalsing. Ben je zo makkelijk te overtuigen? Yes. Nee, maar het zit niet in mijn natuur om elke keer zeg maar in een soort van discussie te gaan. Als jij zeg maar kaas aan het aanbieden bent en ik zeg maar nee, dan verwacht ik meer zeg maar dat je daar respect voor hebt in plaats van dat je een doordraven bent. Je vindt dat ik doordraven omdat ik je kaas aanbied? Ja. En dat zie je zelf niet? Ik voel dan zeg maar dat je geen respect hebt. Wat? Sorry, maar dat heb ik echt nog nooit gehoord. Nou, misschien moet je het een keertje gehoord hebben. En dan ben ik nu degene die het voor het eerst zegt. Ik vertel je gewoon echt hoe ik me erover voel. En jij lacht het uit. Maar ik dwing jou niet om kaas te eten, hè? Zo voelt het wel voor mij. Ik snap jou oprecht niet, nee. Oké. Okay. Nee. Jammer dan. Heb je nou gewoon een sigaret gepakt en dat niet aan mij gevraagd? Ik dacht, ik moest eventjes een sigaretje roken en ik dacht... Nou, als je het dan over respect hebt, dan vind ik dit heel erg respectloos. Oké, begrepen. Ik vind het heel raar dat jij zonder toestemming van mij in mijn tas gaat zitten om daar iets uit te halen. Ik snap gaat het niet om die peuk, hè? Ja, nee, ik snap het. Nee, ik snap dat heel goed. Als jij mij wil verwijten dat ik geen respect voor jou heb omdat ik je kaas aanbied, dan denk ik dat je dingen echt in perspectief moet gaan plaatsen. Je hebt helemaal gelijk daarin. Lang leven de liefde is vrij.